Vandaag hebben we weer een nieuw uitlaatje. We hebben hier een Techno Estoril. Voor de kenners onder ons lijkt hij heel erg op de technigast die we eerder op het kanaal hebben gefeatured. Maar dat is een iets goedkoper oxytoljacco dan de technigast. Hij is iets goedkoper inderdaad. De prijs zetten we nu hier in het beeld. Hij is iets goedkoper dan een technigast. We zijn benieuwd of hij ook in de buurt komt van de prestaties van de technigast. Dus ja. Hij is ook, zoals je mooi kan zien, een mooi terugloopje. En, Allemaal met de verpakking. Zo. Ja, kijk. Een dikke unboxing hier zo. Oh, hier hoor. Kijk, unboxing met beuners. Kijk. Maar Jacke, wat is het nou zo bijzonder met deze uitlaat? Wat gaan we hiermee doen? Nou, deze gaan we weggeven. Precies, dit exemplaar. Dit exemplaar, ja. Dat kun je open krijgen. Ik laat het hier zien. Kijk eens aan. Kijk eens, wat een mooi exemplaar. Dat is echt wel mooi eigenlijk. Ja, er zit ook nog een stikkertje trouwens in de... Oké. Okay. Van Techno, kijk, je ziet. Gaan we hier zo mooi op de brommen monteren. Dat is ook wel een klapje groter dan dit is de bos uitlaat die we hier nog op hebben zitten. Ja. Een klapje groter. Nou, dat is wel echt wel mooi gefabriceerd hoor. Ja, dus qua performance zou die een beetje in de buurt moeten komen. Of ja, redelijk gelijk moeten zijn aan de Technigas. We testen natuurlijk wel op een andere Tomos dan de Technigas. Maar ja, dat maakt verder niet uit. Dan kunnen we mooi het geluid naast elkaar houden. Mm-hmm. En het zou in elk geval met deze deze Tomos met de nieuwe cilinder die erop zit, zou die wel eigenlijk goed veel power moeten geven. Maar... Ja, dus wat gaan we nu doen? We gaan even de oude bosuitlaat eraf halen. Als jullie onze filmpjes wat vaker hebben gekeken, dan en uitlaatfilmpjes specifiek, dan kennen jullie dit wel. Hoe maak je een uitlaatbos? Nou, daar de bout los, daaronder twee moeren los, uitlaat eraf, uitlaat erop en dan gas erop. Gas erop. Dat gaat Jerry nu even doen. Ja. Het lag niet zo heel lekker weer toen hij hier naartoe reed, maar... Ja. Andersom, Jerry. Andersom, ja, dankjewel. Lefty, loosey, righty, tighty. Ja. Ik zou klomman. Nou, dat is ook echt top sleutelwerk van Jerry weer. Gewoon met vingertjes. Nou, Kom. Ja, maar ik moet niks kapot maken. Hoi, goed zo. Kijk, zie je. Mag even shot. Ja, we gaan ze naast elkaar leggen hier. Kijk, ze zien toch wel echt wat een serieus uitlaatje is, jongens. Ja, groter is wat beter en die is groter. Ja, nou, deze is langer, maar deze is dikker. Ja. En dikker is belangrijker dan langer. Nou, Jeremy heeft het uitlaat erop geschroefd. Zit er net op. Hij zit netjes op. Paar minuutjes werk. Kijk hoe het eruit ziet. Nou, Kijk naar de rest van de Tomos. Nee, de rest van de Tomos moet je even negeren. Er zitten wel een paar tuning onderdelen op, moet ik zeggen. Hoe is die qua pasvorm, Jeremy? Wow, de pasvorm die gaat wel redelijk. Ja. Zeg, die van de Technigas was wel iets beter. Ja, de Technigas was inderdaad iets beter qua pasvorm. Maar als je eenmaal erop zit... Hij is beter dan die van de Bos in elk geval. Die moesten verhitten en verbuigen. Ja, dat klopt. Maar er zit ook wel een kwaliteitsverschilletje tussen. Ja. Nou, doe hem even starten. Even en laten kijken we, of hij wil starten. Ja, laat hem even rustig lopen. Dat het één kick Thomas is. Nou. Mooi grasmaaier. Wat dacht ik? Ga even een rondje meer rijden. Kijk, testrondje, kijk hoe het rijdt. Nou, we zijn hier dus met Jeremy op de officiële beuners acceleratie testgrond. Ja. We hebben hier dus de poort en de scheur, hè, zoals de vorige video, een van de vorige video's. En we gaan even kijken hoeveel seconden die doet. Ja. Zetten we hier zo ergens neer. Ja. Hoeveel seconden was de vorige keer? Doe even een kaart hier, dan kun je Ja, dat is mooi, een vergelijkingstabelletje. Ja, nou, dan hebben we hier dus de scheur in het asfalt. Dan gaan we door het einde van de hek. Het einde van de hek, gaan remmen. Omkeren en dan vliegen we zo voorbij. Okay, we gaan de meting starten. Thomas op de scheur. Hier een stopwatch. 3, 2, 1, go! Einde van het hek. Oh, kijk hem aan! En terug. Wat een lekker hoor. Niet normaal. We hebben 21,5 seconden. Voelt dat een beetje snel? Ah, het voelt wel rap. Ja, het voelt wel rap. Voelt wel rap. Het is beter dan de Bos. Veel beter dan de Bos. Veel beter. Ik denk veel meer echt kop gewoon onderin. Ja, veel meer kop op. Qua topsnelheid
Is die als het goed is iets lager als de Bos? Ja, ja, kan, maar ik weet niet. We hebben net vergeleken met jouw technicas nog toen je naartoe reden. Ja, dat ging redelijk gelijk op in principe. Ja, maar ik heb wel een grotere... Grotere slinder. Wel grotere slinder. Dat viel die biet uit. Ik heb hier een snelheid van 21.68. Is dat een nieuw record? Dat weet ik niet. Ik weet niet zo goed meer wat de tijd is. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. We gaan nu even de topsnelheid testen. Dus dat betekent dat we de telefoon in de broek doen. In de broekzak. En dan, even kijken hoe hard die gaat. Dan gaan we kijken wat topsnelheid is. We hebben net even een meting gedaan. Ja, dus Jeremy heeft op die gereden. En ik heb op deze gereden om de meting een beetje eerlijk te houden. Ja. En 71 kilometer puur. 71, GPS max. Oh. Dat is best wel lekker snel, hè? Ja, ik heb hier nog een kilometertelletje. Ja, we gaan ik zat hier achter, net op 62,5 of zo. Ik zag Jacke gewoon... Ja, dus dit is een 50cc met een technicas uitlaat hier. En dit is een 65cc met de Estoril. Met de Techno Estoril. Ja, dus dat is even de cc'tje die het verschil maken. Qua geluid. Het verschil tussen de technicas en de Estoril. Dat gaan we ook eventjes naast elkaar houden. Ja. Oké, nou we zijn nu net terug van het testen, met de acceleratietest van onze top secret testbaan. En wat je zag, nou, als je een goed weet, kijk, je ziet hier zo de kleur van de uitlaat. Nou, hij was eerst helemaal hetzelfde, maar wat zien we hier? Ja, dus het verkleurt door de warmte. Hier bij de nek wordt het natuurlijk het warmst. En ja, natuurlijk hoe meer opgevoerd je thermos is, hoe verder dat warmte, ja, de verkleuring gaat, zeg maar. Uh-huh. Deze uitlaat is heel dik gespoten. Nou, dat is in principe best wel goed tegen roest en dat soort dingen. Alleen dat betekent dat je gewoon gaat zien, als je dus veel rijdt met deze uitlaat en als het goed warm wordt, dan zie je eigenlijk zo meteen gewoon druipers van die verflaag hier op de nek. Dat hoort, dus als je deze uitlaat koopt en je zegt, hé, ik krijg die druipers erop, ja, dat klopt, dat hoort bij deze uitlaat. Dan moet ik wel even erbij zeggen. En het geeft hem eigenlijk wel een vet kleurtje zo. Ja, maar blijft hij deze kleur of gaat hij nog van kleur veranderen? Ik denk dat hij blijft deze kleur in principe. Tenzij je hem echt dik opgevoerd hebt, dan zou het kunnen zijn dat de verf misschien te warm wordt. En dan zou het een beetje een vieze kleur gaan krijgen. Maar dat is dus normaal. Jeremy gaat deze even starten en dan gaan we hem stationair laten lopen. Wat je vooral hoort is het luchtfilter eigenlijk, in plaats van het uitlaatgeluid. Maar dit gaan we eventjes vergelijken met deze technicas. Start technicas maar. Zover de koppeling. Nee. Nou, dat klinkt iets doffer, denk ik, hè? Ja, iets doffer. En het is lastig om nog een beetje die vergelijking te maken. Ja, qua decibels is de technicas stiller dan de Techno Estoril uitlaat. De technicas is trouwens een van de stilste uitlaten voor Thomas. Gewoon überhaupt. Gewoon top vermogen en die valt iets minder op. Ja. Nou ja, qua design niet, maar qua geluid wel. Qua geluid wel. En onbegrensd hoort geluid. Ja, precies. Nou, dat was het voor deze video. Wat moeten ze doen? Ze moeten liken, ze moeten commenten. Nou. Ze moeten zien natuurlijk waar we van deze mooie uitlaat nog vandaan hebben trouwens. Waar heb je deze uitlaat vandaan? Waar heb ik deze uitlaat vandaan? Nou, staat er een heel mooi stickers van Thomas Handel. Ja, want we gaan deze uitlaat weggeven. Ja. En hoe we dat gaan doen, dat komt nog. Nou, dat moet je even goed opletten in de video's, want er komt nog een video, aparte video, over de giveaway van deze Techno Estoril. We hebben dus gezien wat hij kan en... Wat eigenlijk een hele goede koop is, maar... Deze uitlaat wil je eigenlijk gewoon hebben. Het is een hele populaire uitlaat natuurlijk. Ja. Dus iedereen wil dit ding. Dus doe even abonneren en dan houden we op de hoogte. Abonneren, commenten, liken. En laat zien wat je nog meer wilt zien in de toekomstige video's. Helemaal goed. Doei. Dan. Doei.